Vorige week streden Shimano en Wesdijk HTO voor plek 3 en 4. Na een moeizame dag trok Wesdijk HTO aan het langste eind en wisten ze op de valreep te winnen van Shimano. Daarmee is Wesdijk HTO als derde in het klassement geëindigd en laten ze Shimano onder zich. In deze zesde en laatste aflevering vissen Team Westin en Team Fox Rage voor de winst van de competitie. Beide teams hebben tot nu toe alles gewonnen en alles komt aan op deze wedstrijd. Gaat het de mannen van Westin lukken weer een volle kaart te vissen en van Fox Rage te winnen? Of gaan Thijs en Koen er met de winst vandoor? Zowel Westin als Fox Rage beginnen om 11 uur. Toon en Gilles zijn onderweg naar de snoeksteek, waar Thijs en Koen zich eerst gaan focussen op snoekbuizen in de stad. Goedemorgen allemaal, dit is Team Westin. We hebben deze keer het plan wel aangepast en we gaan eerst snoeken. Dus ja, vorige keer hadden we misschien te hard vertrouwd en we snoek gingen vangen op de rivier. Dus voilà, nu gaan we eerst de polder in, snoek proberen te vangen en dan gaan we weer verder. En, ik hoop snel bij jullie terug te zijn met een mooie snoek. Yes. Let's go. Ready? Ik wel. Go dan. Stroomteen eerste worp. We gaan beginnen. We hebben er veel vertrouwen in. We gaan eerst met wat feesttaartjes op snoekbaars proberen. Kijken om die vol te vissen. Dat we straks achter de baars de snoek achteraan kunnen gaan en misschien nog een upgrade kunnen maken. Eerst voor de volle kaart. We gaan. En naar beneden klimmen. Zo. Eerste worp? Ja, allebei ook hetzelfde kleurtje. Dus goede smaak. Nou, ga jij maar eerst. Hij skipt hem ook gewoon, hè? Ja. Wat een waas. Als je het doet, moet je het gewoon goed doen, hè? Toen ik in laatst was, waren die aanbeten hard, jongen. Ja? Ja, niet normaal. Wacht. Hij heeft al vis. Had jij het net achter je? Ja, ik denk dat die te klein is, hoor. Zo. Maar deze hoeven we niet eens na te meten. Maar eerste worp, eerste vis. Dat loopt wel wat. Mooi. Ze mogen 45 zijn, dat tellen ze mee. Nou, dat haalt deze lang niet. Maar geef wel vertrouwen. Lekker hoor. Hop. De eerste worp brengt wel ongeluk, toch? Nou, zeg maar niks. Kut. Ze liggen er. Oh, de aanbeet zeker ook. Nee, zacht man. Ja? Kut. Ja. Ja, los. Kut. Thijs, het zakken nog, hè? Ja, ze liggen er wel dus. Ja, nu weer. Weer zag je dat hoe zacht het is. Ja. 5 seconden, Toon. Ja. En dan de eerste worp. 4, 3, 2, 1. Ja, 2 naar 11. Ja. We zijn nu op de polder aan het vissen. Hier hebben we op training, of heeft Toon op de training, echt wel een concentratie aan snoek gevonden. En we hopen nog dat die hier nog steeds liggen. En eigenlijk hopen we nu binnen het half uur een snoek te vangen. Maar dat weet je natuurlijk nooit. We gaan eerst proberen. Ja! Oh! Was in! Oké, nice. Fuck! Geen probleem, die is al na 1 minuut. Hangen! Tikken! Snel, Gilles! Net ligt daar. Langs dat boomke. Scheppen, hè? Oh, fuck, sterk. Ja, geen probleem. Ik trek hem, hè? Scheppen! Erin, Gilles! Nee, maar deze is erin. Geen probleem. Ah. Geen probleem. We hebben hem! Wow! Fuck! Zei dat het niet lang ging duren? Nee, nee. Perfect. Westin swim. Altijd. Heb je een tang? Ja. Ja. Yes! Haha, dat is een dikke. Super vis. Dat is een dikke. Wow. Oh, dat is waarvoor dat we kwamen. Kei mooi. 80 plus snoek. Oké, voor de duidelijkheid, dat is mijn bloed. En het valt wel mee, maar... Zo ziet hij er toch niet uit. Hij heeft me wel hard. Ik heb hier ook een meetlatje. 85? Oh, ik bloei echt wel hard. 85, ja. Ja, ja, 85. Ja, approved. Zeker. Super mooie vis. 85. Normaal Toon op de swim. Ja, echt 3, 4, 5 minuten bezig. Zal niet langer zijn. Super mooie vis. Ja, prachtig. Ik ben eventjes mijn hand aan het fixen. Want het bloeit nogal fel. Dus... Ja. Hoppa. Die telt wel. Zal ik een foto maken dan? Ja. Nou, hij is niet heel groot. Ik denk dat hij 45 wel haalt. Hij is ook maar net gehaakt op het witte veestaartje. Dat is al los. En hij is precies 45. Een fotootje. Wat een bak. Yes. Hoppa. Op naar de volgende. Wow. Lekker hoor. Kijk, Toon heeft de snoek. 85. Dat doen ze netjes. Mooie vis. Mooie vis. Zijn de polder in gegaan zo te zien? Ja. Maar wij hebben de snoekbaars. Een monster. Echt een reus. Ach joh. Het is nog vroeg. Daarom. Kan nog van alles gebeuren. Soepel. Nou, laatste worp en dan naar de volgende. Ja. Kut. Nou ja. Ik zag hem. Ik zag de aanblik. Ze liggen er wel. Eerste stek. Ga dan verder naar een volgend bruggetje. Kijken of we daar nog eentje kunnen vangen. Misschien nog een grotere. 2 upgrades. Maar ja, even snel spot hoppen en dan gaan we wat langer op stekken blijven. Goed. Yo. Beide teams beginnen sterk aan de wedstrijd en vangen in de eerste worp de vis. Dit kan wel eens een hele spannende dag gaan worden. Let's go! Daar wordt hem. Daar wordt hem. En daarmee beginnen? Nee, nee. Ja, dus nu zijn we in Utrecht voor streetfishing. Gaan we even een paar baarzen proberen te vangen. Heel andere omstandigheden natuurlijk. Ook een heel andere visserij. Maar gaat vast goed komen. Ja. We zijn hier onlangs nog komen trainen en toen hadden we een paar baars op korte tijd. Mooie vissen, allee, 30 centimeter, 30 tot 35. Dat is een mooie maat, daar zouden we heel blij mee zijn nu. Het is wel een beetje veranderd ten opzichte van vorige keer. Ietsje minder stroming. Denken we dat de vissen iets meer verspreid zitten. Maar we gaan zien. Ik verwacht hier wel baars. Hit? Ah, nee, niet duidelijk. Nee? Nee, toch niet. Ja, hangen! Ja. Oh, ik ook, ik ook. Klein. Ik ook. Heel klein. Ja, die zitten in het sluisje zelf. Minimum is 22 centimeter, maar deze gaat te klein zijn. Die gaat 14 centimeter denk ik zijn. Maar misschien gewoon voor de zekerheid en dan ligt het bord er al. Ja. Ah, is toch iets groter. Ah, scheelt niet veel. 19 centimeter. Wel, ja. 19 centimeter. Ziet je? Bijna maats. Maar actie is actie. Ik weet ze wel liggen nu. Ze liggen echt, zo. Echt in het midden van de sluis, nee, hè? Tegen de rand aan, die van mij. Ja. Nou, we zijn nu op stek 2. We gaan nu kijken of we hier de tweede snoekbaars kunnen vangen om sowieso gewoon de snoekbaars vol te hebben. Het plan is om die vanavond dan up te graden. Wanneer we richting de rivier gaan. Maar in ieder geval dan gewoon de safety te hebben dat we wel gewoon 2 snoekbaars hebben om volle kaart te gaan. Dat is eigenlijk het plan. Ja. Allemaal kleine visjes die bijt vandaag. Net worpje jongen. In het hoekje. Hoekje, hoekje. Goed. Ah, gelijk een tik al. Ja? Laat hem afzinken, gelijk een tik erop. Nog een paar worpen doen en dan naar de volgende stek? Klinkt als een goed idee. Heel zacht tikje. Ja, weer? Yes, nou, ik heb een dropshotmontage eraan gehangen en omdat de vis heel passief is vandaag, ga ik er net zoals Thijs een klein feestaartje aan hangen, ook in de witte kleur. Daar hebben we heel wat aanbeten op gehad. Dus dan gaan we gewoon even proberen om deze, in plaats van de jig, op de dropshot nog wat langzamer langs te laten komen. Kijken of ze dan wel goed blijft hangen. We gaan het proberen. Voelt als een iets grotere. Nou, valt ook flink tegen. Zal het ook niet halen. Ging proberen om met de dropshot te gaan vissen, om toch die kleine vis te overhalen. Te kijken of mijn maats dus te vangen. Nou, deze is gewoon een stuk te klein nog. Dus deze gaat weer lekker snel terug. Ik denk dat ik hier naar boven ga proberen, man. Nou, prettige wedstrijd. Yes. Beste maatse. Het is er langs. Ik zie niks. Dat was er helemaal langs, maar goed. We hebben hem. Wacht, leg hem even tot aan de onthaakmat. Die is maats. Yes! Ik ga wel heel even doorvissen. Kijk. Ik gooi ook naar de overkant. Mooi op de dropshot. De mega tees. Vorige keer op de rivier had dat ook goed gewerkt. Ja, dat is gewoon een killer. Een killer voor baars. Dus deze is maats. Hopen dat we hiermee de kaart hol krijgen. Oh. En Toon, kijk, de hele tijd aanbeten, superleuk vissen zo. Ja, als jij hem zo eens meet, dan trek ik de foto ervan en dan vissen we gelijk door natuurlijk. Ja. Want we zitten in de vis. 25 centimeter. Als ik hem heb. Ja, approved. 25. Nice. Ik heb hem. 25 centimeter, super. Ja. Betere vis? Ja. Nee. Houd jij hem even binnen? Crazy! Drop shot. Very effective. En op de street sticks, de W3 of de W6, echt super sport deze visjes nog. Super leuk vissen. Loopt. Deze wilde blotties. Niet loslaten. Nee. Eerste worpje voor de buis. Die Fatso is een floating, hè? Ja, man. Mooi in het hoekje. Mooi door die versmalling. Helemaal niks. Nou, niemand thuis zo te zien. Yes. Hoppa! Toch erin, hè? We hadden het er net met Bo over. Het is hier denk 70 centimeter diep. Maar Thijs zei nee, op deze stek heb ik echt vertrouwen in. Nou ja, als Thijs vertrouwen heeft, heb ik dat ook. Lekker peuteren, hè? Dus dan gaan we gewoon weer oldschool peuteren. Ja, 41,5. Wat is het dan? 40. Kijk dan. Nou, 40. Nou, eerste baars van vandaag. 40 centimeter rond. Mooie vis. Gaan we weer even terugzetten via het netje. En dan kijken of we er nog eentje kunnen pakken. Schoenen knoppen. Gaat hij weer. Hé, hey, maat. Lekker pik. Lekkere punten. Lekker hoor. Maar, Koen. Ja. Westin. Ja. Hij heeft ook een vis gevangen. Wat hebben ze gevangen? Ja, weet ik niet. Let's check. Ze hebben een baars van maar liefst 25. Nou ja, mooi. Nou, dan stuur ik ook even terug. Baars 40. Reageer even als... Gewoon reageren op een foto. Hoppa. Wij net ook eentje, maar dan 40. Lekker hoor. Nou, dit is uit de nieuwste serie van de Creature Base, de Floating Creature Base van Fox. Het is mooi dat die mooi rechtop gaat staan. Dus als je gaat tikken, dan tik je hem eigenlijk door het gewicht van het haak. Tik je die haken zo, die klauwen eigenlijk van het kreefje omhoog. Vissen is ook graag op de C-Wick. Dat gaan we straks misschien even proberen als we een upgrade nodig hebben. Eerst deze nog even proberen. We zitten hier op een plek met heel veel kleine baars, maar dat was ook ons plan. Dus We willen eigenlijk snel met dropshot twee maatse baarsen vangen voor we naar de rivier gaan. Dus de rivier, daar kunnen we grotere baars vangen en grotere snoekbaars. Maar dan hebben we al het meeste kans op een volle kaart. Dus dat vinden we toch wel heel belangrijk. Dus van zodra we hier nog één maatse vis hebben, zijn we weg en gaan we naar de rivier. Hangen, tik! Mooi vis! Goed? Ja, net wel, net niet. Jawel, ja, die gaat goed zijn. Ja! Ik denk dat die maats is. Die is maats. Boom! Yes! We gaan eerst nameten, hè? Nee, die gaat goed zijn. Het is een stuk groter. Ik denk dat dat de tweede maatse baas is. Het regent. En ik ben aan het vissen met een ander haasje. Ik verkies voor de dropshot een heel klein haasje. De bloodtees. Dus een heel klein larfje dat nabootst en dat werkt elke keer wel. Ja. Dus heel eventjes kijken hoe lang hij is. Ja, hij is nog groter. Hij is nog groter. 27, ja. Mooi. Langer krijgen we hem niet. Dan zijn we weg. Toch? Ja, denk je nog 5 minuutjes? Nee. Nee. Nee, ze hebben net een 14 of wat zie ik nu? Dat kan, maar ik doe eerst... Ik zal direct een WhatsApp doen. Yes! Paars 27. Yes. Ja. Ze hebben net een mooie gevangen. 40er van Koen. Super, super, super. Ah, mooie vis. 40er. Als je die ziet binnenkomen, die hopen natuurlijk ook te vangen. Dat wisten we, dat die mannen... Ja, ja, sowieso. De grote bazen gingen die mannen hebben, dat wisten we al. Ja, ja. Ah, mooi. Proficiat. Dikke vis. Ze hebben wederom een baars. Hoe groot is die? 27. Ja, dat is niet onwijs groot, maar ja, ze hebben nou wel baars vol en ze kunnen gaan richten op snoekbaars of snoek, ja, om up te graden. Ja, precies. Ja. Ja, wij hebben nou één dikke, 40. Als we nou nog 1,40 erbij pakken, dan hebben we hem ook vol. En dan kunnen we gewoon de hele dag focussen op snoekbaars snoek. Zullen we dan verder gaan? Ja, want ik doe hem er nog één keer deze worpmaak af en dan gaan we. Ah, wel lekker gedaan dan, Koen. Ja, dat is wel lekker. Dan kunnen we straks gewoon niet te veel te kloten met baars. Ja. Ah, weet je wat het is? We hebben al vis gevangen. We kunnen nou gewoon lekker chill, genieten, vissen, ouwe hoeren. Lekker man. Relax dagje. Ga je mee? Yes. Dat is dan ook het verschil tussen Thijs en mij. Ik wil een stek helemaal uitvissen. En Thijs gaat snel... stek af op actieve vis, maar vullen we elkaar wel weer mee aan. Ja, ja. Dat blijkt wel weer. Let's go. Go. Ja, voilà, dus we zetten voort. Het is eigenlijk al super goed gegaan, eigenlijk beter dan dat we gehoopt hadden. Nu gaan we voor snoekbaars en upgrade behaarsen terug op de rivier. Dat is het plan, hè. En we gaan een heel lange rechte strook doen nu. Een strook waar we zowel grote baars kunnen verwachten, want we hebben natuurlijk vrij kleine baarsen, dat weten we. En mooie snoekbaarsen, dus snoekbaarsen van 55, 60 centimeter. Dus hele mooie om in de wedstrijd te vangen. En ja, jullie zullen het zien. We gaan zien. Beide teams hebben al een aantal vissen gevangen en ze zitten elkaar op de hielen in het klassement. Toon en Gilles zijn onderweg naar de rivier, waar Thijs en Koen het eerst nog in de stad gaan proberen. Vis? Ja? Ja. Vlak voor de stenen hier. Dat is baas. Sowieso. Shit. Kom aan, baas. Komt er nog wel een. Ja, ja. We hebben echt al veel actie. Ja, het is daarom. Goeie kans als zelfs een baas vangen. Mijn hartslag is echt super hoog. Ik ben echt wel heel gespannen aan het vissen. Je weet dat hier een goede strook is dat elk moment eerder kan komen. Hè. Mijn hartslag is echt dubbel zo hoog als dat. En ook gewoon alle soorten, hè? Ja, ja, voilà. Dus het is toch altijd oppassen geblazen. Ook voor grote snoeken. En ze zijn altijd welkom, hè? Dat is zo'n worpje of ja, 3, 4. En dan. Heb je het zo mooi uitgevist. Dat we geen baarsen laten liggen hier. Oh, pit. Snel, Gilles. Hij is er al. Dikke vis dit. Nice, 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 nice. Ik ben er. Paars, sowieso. Dikke baars. Denk ik. Nee, snoekbaars. Ja. Nice. Ah, bam. Langs het talud af. Klats. Echt een hele mooie beet. Pultie zit volledig binnen, zoals je kan zien. Kijk maar. Helemaal binnen. Dus ja, die wou hem wel hebben. En dan hebben we ineens onze eerste snoekbuis. Dat is een heel goed teken, want we zijn hier helemaal nog niet zo lang. Nee. Dus we gaan hem eens eventjes meten. 53 is hij. Ja. Nou, snoek proberen, hè? Ja, we zijn in de polder. We gaan proberen om een snoek te vangen. Wel nog een hengeltje mee met een klein chatterbeetje voor eventueel een baars. Ik heb hier wel eens grote baars gevangen, dus misschien ook nog een bonus. Ja, wie weet. Ja. Laat het zien. Let's go. Ja. Jongen. Vang ik hem wel, hè? Ja, hangen. Koen, dikke. Ja. Oh, je hebt nou geen net mee zeker, hè? Ik kom eraan. Ik kom die kant op. Goeie vis, goeie vis. Zal ik hem pakken? Wat jij wil, ik wil hem ook wel pakken voor je. Ik pak hem wel. Ja? Ja. Nou, kom maar dan. Precies over dat stukje waar jij hem vastgooide. Hè? Ja, helemaal cool. Anders had jij hem kunnen vangen. Ja. Hebbes. Nou, mooie 80. Lekker bezig, maat. Nou, op mijn favoriete aasje van snoek. Fatso 10. Kun je heel langzaam binnenvissen. Heeft een voorspelbaar pad. Dus ik heb ook het idee dat je wat minder vissen erop mist. In vergelijking met een jerkbait of zo. 87. Lekker man. Lekker maat. Lekker bezig. 87 punten. Mag die weer. Een mooie brede vis hier. Het is een lichtstromend watertje. En je merkt echt dat die snoeken toch wel wat sterker zijn dan op een stilstaand watertje, doorgaans. Leuk vissen. Hoppa. En daar mooi de jerkbait van Koen. Wat een pro is het ook, hè? Ja, daar praten we niet over. Nu ook Thijs en Koen een knappe snoek hebben gevangen, kruipen ze steeds dichter naar Westin. Westin geeft daarom vol gas op de rivier om grote snoekbuizen en baarzen te vangen, maar helaas zit het weer tegen. Het regent al de hele dag onafgebroken en de omstandigheden worden steeds moeilijker. Dus dan ga je een heel goed stukje, zeg je? Ja, ja. Het is nog gewoon een goed stuk. Plus je kunt overal een baars vangen natuurlijk. Hè. Maar dit is ook effectief nog een goed stuk, ja. Deze hele kom blijft goed. Dus nu is het even wat stiller. We zijn vandaag ook wel echt verwend. Eigenlijk overal waar we komen hadden we direct actie. Nu krijgen we nog wel af en toe een beet, maar we merken toch wel dat iets rustiger is. Dus het is ook wel zo, het is nu iets minder hard aan het stromen. Het is zo net op het einde van het afgaand water. Bijna laagwater. En ja, de vissen zijn denk ik iets minder actief op dit moment. Ja. Hangen! Baars denk ik, baars op de kriekro. Eerste worp. Op de? Op de kriekro. Mooie ja, baars, mooie baars. Oei. Mooie vis, mooie vis. Ja, ja, 40. Kom maar. Oh, jong, waar is dat toch vandaag? Chill. Je trekt ze al te langs net, je. Yes! Hou eens vast, ik ga even mijn hengel eruit halen. Ah, nice. Ja, kom aan. Nice, op de kriekro dan nog. Op de kriekro. Eerste worp met een nieuw aasje. Knap. Kriekro, kreeftimitatie. Oké, één van de scharen hangt vast. Supermooi, hè? Yes. Supermooi. Dat weten we, hè, dat ze graag eten. Ah, heel mooie vis. Super baars. Hier, leg hem er eens op. 40. 40, hè? Woe! Ja. Mooi. Hou maar vast. Mooi. Dat is goed nieuws. Dus we hadden al twee mooie baarsen gevangen. Dus we wilden even zekerheid inbouwen. En even als streetfishing, dus meer in de stad, even twee kleinere baarsen vangen, dat die zeker op de kaart waren. het was ook al sowieso de bedoeling om die nog te proberen up te graden. En van 25 naar 40 is al direct een mooie upgrade. Heel mooi aasje, kriekraal, weegt super goed verbaars. Ja, we gaan dat nog proberen te vangen. Ja, het plan is wel om hier te blijven. Hier kunnen we beide vangen. En eigenlijk om echt te winnen vandaag, zouden we toch nog een grote baars moeten vangen. En uiteraard 2 grote snoekbuizen, want 53 is niet genoeg. Hoop ik. Ik hoop dat het wel genoeg is natuurlijk, maar toch graag. We hebben straks nog een goede snoekbaarstek om te doen. Dus super dat we hier een baars vangen. Daarvoor zijn we hier. Een knoep uit. Zit hier best veel van die kleine? Vis? Ja, baars denk ik. Ja? Ja man. Wat een knijter jongens. Haalt hij het? Nee. Nee, lange na niet. 3 centimeter tekort. Gaat hij weer snel terug? Jammer. Jammer Koen. Zo jammer weer. Ik had even goede hoop. Nou, dit is een lief visje joh. Moet ik hem landen voor je? Nee, dit lukt wel. Zullen we nog een lensdrukfoto maken voor de groep? Ja, eigenlijk wel. Ja, dat doen we. Kom. Oké, dan gaan we even een foto sturen naar de andere groep, want ik hem zo hou. Als dat lukt. Nee. Zo. Oeh. Knijter. Hoe groot zullen we zeggen? 1,5? Ja, ik ga 1,5 zeggen. Op. En wacht, de andere... Oh, die snoekbars had je al gezegd, hè? Ja. Zeg maar, snoek 1,5. Ik typ eerst het bericht en ik ga nu pas de foto sturen. Nice. Even wachten, kijken of ze reageren. Lekker stroom. Snoek 1,5. Echt? Wat? Snoek 1,5, ander team. Dat wordt moeilijk, hè? Ik zie daar binnenkomen op mijn horloge. 1,5. Ja. Dat is 30 centimeter, hè? Wat zeg ik? Nee, 20, ja. Maar dan nog. Echt dikke vis. Zullen we verder gaan dan? Yes. Gaan we nou voor baars. Maar dan moeten we wel een heel eind lopen. Ik denk wel 3 kilometer. Daar heeft Bo heel erg veel zin in, zei hij. Dus, ja, misschien als het daar niks is, dan komen we vanavond daar nog terug. Dus dan doen we het nog een keer. Komt goed. Dat moet wel goed komen. Yes. Chill, ijzeren, dikke baars of mooie baars. Oh, dat gaat een hele dikke zijn. Nee, geen heel dikke, maar... Ja! Wat is dat met ons netten vandaag? Woe! Yes! 38 denk ik. Ja, ongeveer hetzelfde formaat hè. Lekker, lekker. Geen echt dikke, maar hij is geüpgrade. Oh. Dat is het belangrijkste. Hij is wel... Hij is 39 hè? Ja. Oh yes. Dat is waarvoor we kwamen hè. Uiteindelijk hebben we nu voor niks in de stad baarzen zitten pakken. Maar het was wel heel leuk. Ja, voilà. En als het ging zoals vorige keer, dan kun je op voorhand niet weten natuurlijk hè. Heb je hem? Ja. Dan gaan we hem terugzetten. 39 hè? Ja. Daar gaat hij. Bulties doet het nog. Yes! Het blijft maar regenen langs de rivier. En ook bij Team Fox Rage wordt een hoop regen verwacht. Nou, gaan we eens voor baars proberen. Ja. Het andere team had net nog een baars van 40 centimeter. Dus wij moeten nou ook even een dikke pakken. Een dikke pakken, misschien nog proberen te upgraden. We gaan het even zien. Ja, lijkt me een goed idee. Het is wel een heel eind lopen. Wordt leuk. Aha. Beetje oefening. Koen heeft wel boodschapjes gedaan, dus we hebben net even iets gegeten. Ja. Bo heeft lekker een naturel chippy op, dus een guilty pleasure zei hij. Dus, hebben we mee omgekocht. Lekker man. Moet goed komen. Dus nou kan hij het wel volhouden. Ondanks dat geven Toon en Gilles niet op en ze blijven strijden. Thijs en Koen zijn inmiddels aangekomen op de baarstek om de laatste baars te vangen. Het is wel baars, het is wel groter dan 23, maar het is geen grote. Moet ik net pakken? Nee. Het is er wel een, Koen. Hij komt ook met de stroming mee. Ja. Hoppa! Ja, 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 ja. We hebben hetzelfde kreefje. Dit keer met een klein tungsten loodje ervoor. Omdat het een drijvende chat is, dat hij dan mooi omhoog zal staan. Mooie vis. Monster. En van die gekke zwarte stippen erop, moet je kijken. En parasietjes, hè? Ja. Hij is 28. Wat een monster. Maar nou moet je nog wel een foto, hè? Ja. Deze knoepert. Daar gaat hij. Qua vissen staan we nou gelijk. Ja. Alleen nog eventjes wat upgraden. Upgradels. Ik wil net zeggen. Lekker pik. We hebben nu 5,5 uur gevist. Ja, dus... ah, oké, ja. Dus de resterende tijd die gaan we dan een andere keer met de vissen. Oké. Dus waarschijnlijk zal de wedstrijd over 10 minuutjes verlaat worden. En zullen dan de punten die we nu hebben bijgehouden worden en de wedstrijd de resterende tijd op een ander moment ingehaald. Omdat vanwege het scheidweer, of hoe moet je het noemen, het hondenweer, constant regen enzovoort, heel moeilijk te filmen en uiteindelijk is het toch wel ook belangrijk. Allee, het is gedaan hè Toon? Ja. Helaas. Ja. Hey, volgende keer nog 1 baars upgraden en dan 2 mooie snoepbaarsen. Ja. Dat moet zeker wel te doen zijn. Zou het zeggen. Ik zou het zeggen. Je weet het nooit. Ja. Nee, dus wedstrijd met Fox. Is vorige keer stilgelegd door het slechte weer, dus nu gaan we hervatten. Het doel is nog zeker eerder snoekbaars te vangen, want die missen we nog op de kaart. En dan hopelijk ook nog een baars te upgraden en misschien zelfs onder andere snoekbaars nog up te graden. Maar... We gaan er zien. Alles aan doen in elk geval om een mooie... laatste 4 uur op de camera te krijgen. Ja. En we zullen zien hoe de dag verloopt, maar we hebben er wel een goed gevoel over. Ja, sowieso. Alright. Dus we gaan ervoor. Team Westin. Let's go. Nee, dan gaan we rechtstreeks naar daar. Ja. Het stond echt nog goed. We kunnen heel schoon die rand meepakken aan de rechtse kant. Dat gaat niet als de stroming anders staan. Hangen! Snoekbaars, dikke. Nice. Ofwel echt een dikke baars. Nee, dit is een dikke snoekbaars. Yes. Is echt een dikke. Kom maar, kom maar. Ja, dat is een mooie. Yes. Haha. Woe! Hoejaka. Ja, we hebben onze volle kaart. Echt een dikkertje. Op een 5 gram bultiesje. Eens kijken, is dat zeker goed gehaakt. Mooi van boven erin. Super eens kijken hoe lang hij is. Hè? Hij ligt er mooi tegenaan en het tikte 54. 54, super. 54, full card. We gaan hem snel terugzetten. Lekker. Hij is al eventjes boven. Heel mooi. Heel en gaan we doorvissen natuurlijk. Zeker. Ik ga de andere kant van de bergsknist bevissen. De andere kant van de boom. Zoals jullie gezien hebben, hebben we onze laatste snoekbaars gevangen. We hadden eigenlijk 10 minuutjes aan het vissen. En nu gelukkig onze kaart vol, dus nu is het eigenlijk vol gaan voor een upgrade. Baars of snoekbaars. En we denken eigenlijk dat die hier ook wel kan komen, dus we blijven hier zeker nog eventjes hangen. Dus we gaan zien of dat het effectief werkt. Maar de truc die de vissen laat bijten is eigenlijk een heel licht kopje en dan een slank shetje. Dus de bultie is op 5 of zelfs op 3 gram in de stroming vissen. Uw snoekbaarstoon, kwam die van ver of van echt voor in de talud? Tussenin, niet echt ver, maar... Ook niet kort bij? Ook niet kort bij. Kort bij? Nee, ook niet kort bij. Ook niet kort bij, oké. Maar gewoon rustig het strookje verder afvissen hier. Hè. Yes. Maar de snoekbaars is al op de kaart, we kunnen al rustig vissen. Ja, het is dat. Komt echt goed. We gaan nog wel een upgrade vangen. Het gaat lekker. Dat denk ik ook. Terwijl Toon en Gilles de kaart vol hebben, gaan ook Thijs en Koen aan hun laatste 4 uur beginnen. Nou, eerste stek. Het is 5:10. 4 uurtjes die gaan, wel geteld, nu in. Westin die is al om 4 uur begonnen. En we hebben al te horen gekregen dat ze een snoekbaars hebben gewonnen van 54. Ja, zoiets. Ja. Nou, dus we denken nog niks om ons zorgen over te maken, maar je weet het nooit hoe het bij ons loopt. Dus ja, gaan kijken. Blijf vissen, hè? En vooral dat. We gaan ons best doen en kijken of we toch snoekbaars gewoon mooi vol kunnen vissen. Misschien snoek nog een upgrade doen. Ja. Gaan we eens even kijken. Er zit vis, er zit vis. Vrij veel aasvis hier ook in de kant. Ja? Ja. Is een goed teken. Mooi, mooi. Dan zouden die snoeken en die snoekbaars er ook moeten zitten. Een beetje stroming zie ik. Echt wel mooi. Mooie klap op het water ook. Gelijk alle vis weg. Godverdomme, Koen. Verstoorde stek. Ja. Nou, ik vis relatief groot. Een oude titler is dit. Titler vast. Volgens mij 18 centimeter uit mijn hoofd. Nou ja, dus we verwachten hier snoek en grote snoekbaars door elkaar heen. En ja, naar mijn idee is voor een grote snoekbaars dat hij dit toch wel iets sneller pakt dan zo'n klein setje met een heel licht kopje. Is toch lekker grote hap. Ja, voor een snoek is het natuurlijk ook ja, een mooi formaatje om meteen mee te pakken. Dus vandaar eigenlijk dat ik vrij groot vis. En daarbij heb ik dus ook een zwaardere hengel. Normaal vis ik tot 21, 28 gram. En nu heb ik een hengel tot 50 gram. Dit mede ook dat ik dan ja, wat beter de haak kan zetten. Grote snoekbaars heeft toch een harde bek. Dan wil ik toch iets harder kunnen slaan om ja, de vis hopelijk te kunnen haken. What the fuck? Hier zwemt allemaal kleine vis. Aquariumvisjes of zo. Nou, vandaag is het plan eigenlijk heel simpel, hè, Toon? Ja. Eigenlijk deze strook volledig afvissen. Dus we hebben daar 4 uur de tijd voor, dus we weten dat er een paar hotspots zijn. Zoals je thuis ook al hebt gezien, normaal is het onze gewoonte om eigenlijk echt snel door te vissen en veel meters te maken. We hebben zoveel vertrouwen in deze hotspots dat we hier toch wel wat langer gaan vissen vandaag. Het voelt je ook mooi dat die kreeft hier over de structuur aan het stuiteren is. Dus als je een beetje vast zit, probeer hem zeker niet te hard door te trekken. Meestal met een paar kleine tikjes krijg je hem wel los. En dat is eigenlijk ook wel heel natuurlijk wat een kreeft zou doen. Dus die gaat ook zo'n beetje door de structuur. Probeer hem daar eigenlijk heel rustig over te laten stuiteren eigenlijk. En ja, vaak de baars die pakt hij gewoon van de grond af. Dat hebben we in de vorige aflevering wel gezien. Een paar mooie vissen opgevangen. Maar we zijn ook een half uur bezig. Toch nog niks. Nee. Dat wil zeggen dat wij 1,5 uur bezig zijn. Ja. Ik misschien ook even vanaf die kant heel dit stuk uitvissen. Ja. Ik zag net daar ook al een stoffel op. Ja. Snoek. Wat is het, snoek? Ja, snoek. Je rijdt met scheppen, hè? Zeker lekker sterk. Zal ik even weer rennen voor het meetlint? Oh ja, goeie. Even die parcours skills, hè. Dus even kijken, ik denk niet dat het upgrade is. Maar het is een hele mooie net 84. Ja. Kom er even bij staan. Wel mooi gekleurd, hè? Mooi vissie. Hij doet het weer. Ach joh, mooie vis. Zeker, lekker bezig. Net geen upgrade. Ze beginnen eigenlijk wel goed te bijten op de bulties, hè? Ja, ik denk dat de snoekbuizen actief zijn geworden. Ja, voilà. Dus ik ga even stoppen met kriekral vissen tot aan dat gat van de brug, hè. Dus daar weten we dat baars zit. Ja, inderdaad. Ik ga daar nog eens opnieuw proberen, maar voor de rest even shats vissen. Ja, goed idee is. Hangen! Goeie! Oh, die had een slip. Ah, nice Toon. Oh, genoeg spanning, hè? Tegen de stenen trekt, hè? U slipt wel vaster, denk ik. Slip wel vaster. 60. Ja! Woe! Nice. Boom! Ja, mooi. 60. Mooi. Awesome. Ja, dat is een hele mooie. Oh, nice, zo'n beet. On fire. Ik zei het, dit stukje moesten we toch even investeren. Sowieso. Zo moet het aanbeet zijn. Dat is wat een beet. Boom! Dat is waar een beet op lijkt. Dus hij is 59. Ja. Proofed. Ja. 59. Dan kwamen we hier, hè. Oh, wat een beet. On fire. Wat een beet. On fire. Nu gaat het lekker. Ja, nu gaat het lekker. Ja, nou, ze hebben weer vis, Koen. Meen je? En ik kreeg een berichtje. Ik denk dat ze zijn. Zal ik het even snel pakken? Dan kun jij het doorknopen. Check jij even. Ja, snoekbaars. 59. Oh. Ze zijn wel lekker op de snoekbaarzen, zo te zien. Ze zijn flink op de snoekbaarzen, inderdaad. Ik gun ze de actie. Nog niks spannends. Tony zal wel wat stekjes hebben waar hij echt dol wil vissen op die dikke. Dus nog niks om zorgen over te maken. Maar ze vangen wel lekker vis, Koen. Ja, zeker. Ik denk dat we zo meteen gewoon op snoekbaars moeten gaan. Ja. Ik maak nog even een paar worpen op het wijd. Misschien voor die snoekbaars. Daar, waar die ooievaar loopt. Dat is geen ooievaar, kut. Wat dan? Een zilverreiger. Oh ja. Weet je, die zie je bij ons niet. Oh, daar weet ik al zeker van wel. Nou, ik niet. Nou, doe je mij denken aan een filmpje van rapper Shores. Zo. Kom Koen. We gaan. Ja. Maar de wind is wel gaan liggen, hè? Ja. Stilte voor de storm, hè? Ja. Ik hoop niet dat de stilte voor de snoekbuis blijft. Ik weet niet of dat de reden is. Het is ook net donker, hè, dus. Mm-hmm. Wel veel haasvis in de kant hier. Ja, hier moet nog ene komen, hè. Welk? Hier gaat nog ene komen. Ja, denk het ook. Nu zit je ook in de kant aan het vissen, Toon, of zit je juist in het... Nee, taluut. Nu gaat je taluut doen? Ja, is goed. Ik blijf in de kant vissen, zodat ik vorige keer ook mijn vissen al spinnend kunnen vangen. Dus ik heb wel vertrouwen in die techniek. Ja, dan vis ik in de taluut. Ja, kijk goed. Iets dieper. De stemming is best gespannen. Dus we horen gelukkig ook niks van het andere team. We hadden eigenlijk wel verwacht hier op deze strook dat we nog wel een upgrade konden maken. Maar gelukkig heeft het andere team het ook moeilijk. Dus wij zelf hebben nog 20 minuten. Dus het andere team dan 1 uur en 20 minuten. Dus we gaan zien. Maar we hebben eigenlijk al een sterke kaart. Dus we mogen wel tevreden zijn. De tijd van Westin zit er bijna op. Maar ze staan nog voor. Team Fox Rage moet alles op alles zetten om er nog overheen te gaan. Maar niets is onmogelijk. We 25 minuutjes gereden. We staan nu aan de rivier. En het plan is om hier op snoekbaars te vissen. Een echte stek waar je grote vissen kunt verwachten. Dus we gaan ook lekker groot vissen. Grote slik finesse, veestaart. Zoals ze nu voor staat moeten we... Twee snoekbuizen rond de 65 vangen. Ja, zoiets, dan staan we ongeveer gelijk of eroverheen. Moeten even checken wat het precies is. Ja. Maar dit is het plan. Gaan we voor. En grote. Of niet? Zo. Lekker over het hekkie. Mooie obstakels. Eerste worp. Vorig jaar ook al een paar kribben waar we echt tegen de aasvis aan zaten. Ja. En daar zaten ze ook. Op naar die 80. Dan zou toch even partij lekker zijn, jongen. Nou, een visie. Het is geen grote, maar hij zit erin. Hij is binnen. Ik had even geen tijd om die mat eruit te halen. Oh, dat maakt niet uit. Dus even een lintje pakken. Nou, ik denk nog geen kwartiertje bezig. En onze tweede snoekbaars, volle kaart, extra punten. Dus nou moeten we alleen nog zien te upgraden. Hij is 54. Nou, hij lag niet helemaal recht hier. Hij lag niet recht. 55. Fotootje maken. Oh ja. Zullen we een selfie maken? Ja, is goed. Er is een berichtje binnengekomen. Hopelijk is het niet Fox. Het is dus wel Fox. Snoekbaars 52. Mooie vis. Ze hebben ook nog een uur te vissen, dus als ze de vis hebben gevonden, zou het nog wel kunnen dat ze upgrades gaan vangen. Dus we gaan het zien. 52, mooie vis. Yes! Nog even upgraden en dan met één vis kunnen we er zijn. We moeten nou nog eens even denken. Eentje van 65 of groter. Ja. En dan zijn we er. Kijk eens, jengel. 2 van 60 zou ook nog mogen. Dus, het begint wel dichtbij te komen, nou, de winst. Maar blijf toch vissen. Toch nog eens even kijken. Maar goed teken. Heel goed teken. Hey maat, lekker bezig weer. Hoppa. Ja. Ah, niet slecht hè? Nee, zeker. We hebben een goede kaart. Ik heb even snel uitgerekend uit mijn hoofd. En als zij een snoekbaars vangen van 68, komen ze voor ons. Dus nu hebben ze net een kleine van, van 55 gevangen. Ja. Dus een 68 hier is genoeg. Een 68 is genoeg. Dus het kan gebeuren, maar het is niet simpel. In ieder geval, we hebben vandaag weer goed gevangen. Kaart volgemaakt, geupgrade. Dus ik denk dat wij tevreden naar huis gaan rijden. Ja, we hebben een heel goede wedstrijd gehad. Het is dat. Goed gevist. Mogen tevreden zijn. En we gaan ervoor. Ja, we gaan nog 1 uur afwachten en zien dat er geen grote snoekbuis gevangen wordt. Hopen dat er geen grote Hopen. Allee, vooruit. Wij gaan eens terug richting de auto wandelen. Voilà. Dat is nog wel een stukje. Team Westin, over en out. Yes, bye bye. Nou, het is in ieder geval later op de avond. We hebben net allebei even contact met de vis gehad, maar allebei flink gemist. Maar, veel belangrijker, de tijd van Westin is om. Dus ja, wij hebben nu nog ongeveer een uur en een kwartier schat ik zo eventjes grofweg. Dus het is hopen dat wij nog één mooie snoekbaars pakken en dan gaan we er toch wel goed overheen. 66 moet die zijn. 66. En dan pakken we de winst. Dit was wel jouw cue om even een aanbeet te krijgen. Ja. Zo jammer. En nu. En nu. En nu. Niet. Nou, stik erin dan. Kutvissen. Ja, volgens mij werd Van der Vier echt goed. Ja? Ja. Je zou maar door materiaal verspelen. Ja, mooi. Ik denk dat je hem verspeelt, oké. Maar dat er iets breekt of zo, dat vond ik nog kutter. Die van mij ook net buiten de stroming, hè? Ja, mij net ook. Proost. Zo. Weet je nog niet of het klinken is op de overwinning? Maar het is klinken. Het zal sowieso smaak. Terwijl Toon en Gilles voorzichtig de overwinning vieren, hebben Thijs en Koen nog 40 minuten. Alles komt aan op het laatste uur van de wedstrijd. Ja, hangen! Ja, goeie vis! Maat, kijk mijn hengel. Ja, 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 ja. Focus, Koen, focus. Lekker pik. Hij voelde net echt tering zwaar. Hij komt nou mee. Ja, dat is grote vis. Maar dit is 100% grote vis. Als we hem hebben, dan winnen we. Hij ligt ook nog in de stroming, hè? Ja, klopt. Goeie aanbeet. Harde beut erop, jongen. Hij blijft ook diep liggen. Ja, ja, hij is een hele goede vis. Hij blokt hem gewoon. 70 plus altijd. Nou, dat sowieso. Ik denk dat hij ook over de 80 heen gaat. Als ik het zo voel. Oh, legendarisch. Team Westin zat aan het bier. Daar heb je hem, ik zag hem. Ja, hele goeie. Dit is hem. Oh, schep hem. Ja! Ja! 80 plus! Hey! 85 of zo. Bam! Huts! Fuck! Pak jij het meetlint en zo? Maat, even één high five. Leg jij die vast uit? Oeh. Deze reden hebben we dus gewoon gegokt voor die grote vis. We wisten dat die baars klein was. Nou, we weten gewoon dat we hier kans hadden op zulke vissen. Nou ja, als je hem dan ook nog pakt. Holy shit. Koen, respect jongen. 85 of zo. Misschien wel richting 90 zelfs. Ja, kom maar. Ja, ik denk 80 plus sowieso. 85 of zo. Sowieso die slikfinesse, ook pelagisch hoe wij ze gebruiken. Ja, werkt het echt perfect. Top. Oké, jongens. Moment. Ja, ja, ja. Wat is die? 86. Ik maak even zo een foto, ja? 86. Woe! Kijk eens. Oh, hij straait ook. Ja, dit is de shed. Sinds dit jaar is hij er. Slick finesse shed. We hebben er pelagisch hebben Thijs en ik er echt al hele goede resultaten op geboekt. Ja. Dit is wel top. 86 in een wedstrijd vanaf de kant. Hoppa. Nou, Boom, de cameraman, was even aan het bellen met het andere team. Ja. Of de beelden waren gelukt, audio, bla bla bla. En toen zeiden ze dat ze aan het bier zaten voor de overwinning. Nou, doe je met je overwinning? Ik denk nog geen 3 minuten later. Deze vis. Oh, holy shit. Zwaar jongens. Mooie vis. We gaan hem terugzetten. Hoppa. Oh man. Wat een knijter. In de stenen. Kijk, hoppa. Daar gaat hij. Koen, tik hem even heel hard aan. Bam. Oh, 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 lekker. Oh, oh. En nou gaan we eens eventjes facetimen met Team Westin. Ja. Nee. Zullen ze facetimen en ja, dat we zeggen dat ze op de app moeten kijken, dat jij stuurt. Ja, ja. Heb je hem al gestuurd? Ik zal Toon even... Hey, gasten! Yo, man. Zitten jullie al aan het bier? Hey. Hè? Ja, nog eentje. Een klein slokje. Mooie vis gevangen, Thijs? Gaan ze naar de WhatsApp groep? Check even je WhatsApp. Ja? Ja. Is gebeurd? Sorry man. Ik had er al schrik voor. Ik ben heel mooi gevangen. Oef! Ja. Oef! 86! 86! Tering! Dat zijn ze. Sorry jongens. Sorry. Onwijs bedankt. Ja. Maar vang ze nog, want jullie hebben nog een half uurtje zeker. Ja, ja, wij gaan nog voor de grotere. Jij vindt een dikke. Yes. Hey, top gevist mannen. Hey. Rij veilig thuis. Yes. Hoi hoi. Houdoe. We stonden eigenlijk op het punt om weg te rijden. Toen ik gebeld werd door Thijs en dan wist ik al... Dus, dat kan geen goed nieuws zijn als die me belt. En hij zei check WhatsApp eventjes. En dan ineens pling, Snoekbuizen, 86. Ja, leuk toch even zingen vreven. Hey, moet je even WhatsApp daar valt niet tegen te vissen, tegen zo'n vis. Ja, we hadden niet zo heel veel voorsprong. Hè. Het was heel nipt. Ik denk op de baarzen hadden wij iets groter gemiddeld. Op de snoeken hadden zij net iets groter gemiddeld. Dus het ging allemaal op de Snoekbuizen aankomen, dat wisten we. Ja. En in Tonker, bij ons, onze Snoekbuizenstekken in Tonker hebben nooit echt veel meer of veel grotere vis opgeleverd als in het licht. Dus, en als je dan eens naar de Instagram van Thijs gaat, dan word je bijna ziek. Je ziet hoeveel grote Snoekbuizen die vangt. Wij gaan in elk geval naar huis karren. Ja. Ja. Succes en ja, uiteraard proficiat aan Fox Rage. Dat is echt een heel dikke vis. Ja. Maar het was gewoon aanslaan, hengel krom en hij deed gewoon niks. Ja, had ik de vorige keer die ik loste, had ik dat. Teringziek. Oh, echt gewoon de gok maken en ook nog doen ook. Jezus. Dat is lekker, jongen. Eén vis vanavond. Nou, deze is echt meer dan genoeg. Jij nog een dikke en klaar. Ja, nou, hoeft dan niet meer, joh. Ja, dan weet ik één ding wel zeker. Als we nu nog een dikke pakken, Westin zal nooit meer. Ja. Echt, voordat een wedstrijd afgelopen is, vieren dat ze gewonnen hebben. Ja, een slokje en een slokje op. Dat zullen ze nooit meer doen. Ook gewoon enig vis op die krip, hè? Dat is zo raar. Je hebt er net eentje verspeeld, tenminste gemist. Hangen. Ja. Dikke vis? Ja. Maatje. Rustig aan. Het zal niet zo'n beuker zijn als die van jou, maar het zal lichtelijk een upgrade zijn. Hij voelt wel zwaar. Lekker bezig. Maar het kan ook een sterke 70er zijn, hè? Ja. Concentreren op scheppen. Ja, ja. Ah, hele goede kopschullen, dikke vis. Ja. Nou, iets kleiner. Nou, 70 denk ik. Zoiets, ja. Nog steeds mooie vis, hoor. En hoppa! Winnaar! Maat. Beam! Nou, als jij even de dingen teruglegt. Ja, is goed. Oh, 71. Nou ja, mooie vis weer. Nou. Koen net natuurlijk een monster. En ja, één stekje verder, één kripje verder. Ik krijg een aanwezig gewicht en een mooie 71. Dus onze avond is compleet. Wat een avond. Wat een avond. Top. Eerst niet door kunnen vissen doordat er onwijs veel regen was. Nou, toen hadden we het plan om 's avonds echt wel gericht op grotere snoekbuizen te gaan. Ja. Dat kon toen helaas niet, maar... toch nog gelukt. Toch gelukt. Gewoon aan het plan gehouden. Grote sheds gepakt allebei. En nou, dat heeft toch echt wel uitbetaald in twee hele mooie vissen. Zeker. Ja, plan drie. We hebben er drie van. Ja, drie. Zeker. Kijk, 55 is ook wel een mooie vis. Nee, dat is... ja, voor jou natuurlijk niet, hè? Hoort. Kom, let's go. Ga lekker naar huis. En met deze topvis, en tevens de grootste snoekbuis van de competitie, is de laatste aflevering aan zijn einde. Beide teams hebben fantastisch gevangen, maar door de twee mega snoekbuizen van Team Fox Rage hebben ze Team Westin verslagen. Met een verbluffend totaal aantal centimeters, 3 maal de dagwinst en 3 keer een volle kaart zijn Thijs van den Acker en Koen Sipma namens Fox Rage de eerste officiële winnaars van The Walking Best 2023. Genoeg reden om deze mannen eens op te zoeken en ze officieel de prijs te overhandigen. Ja mensen, heel makkelijk was dat niet om ze zo even bij elkaar te krijgen. Maar wat is een mooiere gelegenheid dan dat ze gaan vissen. Thijs en Koen hadden afgesproken om even lekker met de bellyboot te gaan knallen. Op een zandafgraving hier. En ja, dit is voor ons een hele mooie gelegenheid om deze mannen te huldigen, officieel. Als? Als? Zeg het zelf maar. Als ja, Bravo van het jaar. De Walking Best winnaars. Hoe hebben jullie het ervaren, amigos? Nou, vooral gewoon gezelligheid. Wat we van het begin zeiden, we gaan er gewoon een hele mooie tijd van maken. Vooral gewoon een hele gezellige tijd en daarbij gewoon mooie vissen vangen. En ik denk dat we wat we beloofd hebben, dat we er toch goed nagekomen zijn. Wij hebben van jullie genoten, jongens. Wij hebben natuurlijk een prijs voor jullie. Die hebben jullie dik verdiend. 3 maal... de kaart vol ook gevist. Nou, een stukje piepschuim. Ben je er blij mee? Nee, dat kan natuurlijk niet zonder lege handen blijven. Winnaar The Walking Best 2023. Ja. Thijs van den Acker, Team Fox Rage. Koen Sipma, Team Fox Rage. Lekker man. Jongens, bedankt man. En nogmaals gefeliciteerd. Hey, jullie bedankt. Ja. Wij hopen iedereen volgend jaar terug te zien met de tweede editie. En wij bedanken iedereen voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. En tot volgend jaar.